We hebben twee vormen van passie, harmonieus en obsessief. Ja. Harmonieus, dat zijn mensen die gaan eigenlijk heel goed om met hun sport en rapporteren op basis daarvan ook minder hardloopblessures. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over mentale risicofactoren van hardloopblessures met special guest Jan de Jonge. Hardlopen is gezond, laagdrempelig en plezierig. Meestal dan, want het is ook de sport met de meeste blessures in ons land. Welke persoonlijkheidskenmerken spelen hierbij een rol? Hoe zorg je ervoor dat het hardlopen geen obsessie wordt? En kan een app je hierbij helpen? We vragen het aan onze special guest, hoogleraar arbeids- en sportpsychologie, Jan de Jonge. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen. Welkom. Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe kop koffie. Ja. Goeie Sinterklaas gehad? Goeie Sinterklaas, zeker. Ja. Hartstikke hard verwend. Ik zie dat heel veel luisteraars ook verwend zijn met mooie cadeaus uit onze webshop. Dus ik denk voor iedereen die de kerstman nog een verzoek wil doen, snel bestellen. Maar daarvoor zitten we niet bij elkaar. Hoe is het met je blessure? Ja. Hamstring, toch? Ja, een beetje licht. Ik voel hem. Ja? Dus ja, als ik twijfel, hè, moet ik dan wel of niet blijven hardlopen? Ja, hard op weg naar de Marathon van Rotterdam in 2024. Ja. Trainingsvolume gaat langzaam omhoog. Schema zegt dat dat het moet, maar ja. Wat vind je er zelf van? Twijfel. Ja, lastig. Ja. Lastig, hè? Het is een lastig onderwerp en daarom hebben we iemand bij ons vandaag. Live, virtueel in de Slimmer Presteren podcast. Professor Jan de Jonge. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Fijn dat je te gast bij ons wil zijn. Voordat we jou het hemd van het lijf gaan vragen over hoe we wellicht Jurgen's blessure verder kunnen voorkomen. Jurgen, wie is professor Jan de Jonge? Ja, je zei het al in de introductie. Hij is hoogleraar arbeid en sportpsychologie in Eindhoven. En ik meen ook in Utrecht. Kunnen we zo nog eens even checken met hem. Daarnaast hardlooptrainer. En daar zit waarschijnlijk ook wel het stukje onderzoek wat hij doet, gedaan heeft. Daar kwam ik tegen in Sportgericht. Dat is natuurlijk het blad wat ik graag lees, waar ik zelf af en toe ook in schrijf en nu in de redactie zit. Kwam ik twee interessante artikelen van hem tegen met onderzoek naar hardloopblessures. Ja. Maar dan op een hele andere manier zoals ik er zelf naar kijk. Namelijk minder fysiek, maar meer in het koppie. Aha. En dan denk ik, hè? Hoezo? Hoezo mentale aspecten van hardloopblessures? Ja, dus gaan we in deze aflevering op zoek naar het antwoord op de vraag, hoezo spelen mentale aspecten een rol bij hardloopblessures? Welke persoonlijkheidskenmerken vergroten het risico op een hardloopblessure? En zijn die dan nog te veranderen op vroege of late leeftijd? Wat is het verschil tussen harmonieuze en obsessieve passie voor hardlopen? En hoe vermijd je dat laatste? En hoe zorg je voor een mental break bij het hardlopen? Kortom, Jan, die blessure van Jurgen, die zit in zijn hoofd, begrijp ik? Zou die al willen, hè? Ja. Ja. Misschien wel, want dan kunnen we het gewoon met een goed gesprek met een psycholoog oplossen. Ik ga wel op de bank liggen alvast. Nou, misschien ten dele wel, hè. Dat ligt aan hoe obsessief Jurgen is. Ja. Ja. En hoe die omgaat met zijn herstel. Dus dat zijn toch wel twee, denk ik, cruciale factoren die mede bepalen of je al dan niet gevoelig bent voor blessures. Exact. Want Jan, hoe ben je hierbij gekomen? Je bent psycholoog van huis uit. Ja. En je bent op zoek gegaan, wacht even. Er ligt misschien wel een link tussen het hoofd
en de blessure. Vertel eens, hoe kwam je daarop? Nou, we zijn, even kijken, ik denk al 10 jaar geleden zijn we begonnen om eens te kijken van, we hebben altijd zoveel aandacht voor fysieke aspecten van hardloopblessures. En dan kijken we naar trainingsintensiteit, of de wijze waarop je omgaat met voeding, hydratatie, al dat soort zaken. Wat ik ook wel destijds een hele interessante vond, is het verschil tussen topsporters en amateurs. Hè, dus tussen recreantlopers en echte professionals. En Henk Kraaienhof, voormalig hardeloper, die zei destijds heel mooi van: professionals die denken altijd in herstel. Maar amateurs die denken eigenlijk alleen maar in training. Mm-hmm. En die willen alleen maar trainen. Terwijl eigenlijk is af en toe de rem erop. Dat is ook wel belangrijk. En toen dacht ik van ja, de fysieke rem is belangrijk, maar what about mentaal? He, dus wat is er nou belangrijk in mentaal? En als je daar in de literatuur duikt, ja, verrassend genoeg, zie je daar niet zoveel over. Ja. Dus dat was voor ons de reden om te zeggen, nou, als daar niet zoveel over bekend is, dan wordt het dus tijd dat we daar eens onderzoek naar gaan doen. En toen is het programma Take a Break, hè, heet het? Take a Mental Break. Mental Break zelfs. Ja. Daar heb je volgens mij een subsidie gekregen. ZonMW-project, volgens mij. Ja. En een aantal onderzoeken zijn daar uitgerold. Ik denk dat het wel goed is om te beginnen bij het begin. Hoe heb jij dit onderzocht? Hoe heb je gekeken naar die mentale aspecten in eerste instantie? Ja, we zijn begonnen destijds met een onderzoek eigenlijk naar alle handen sporten. Dus als zwemmen, als handboogschieten. Ook wel hardlopers. Dat is destijds uitgevoerd door Jannie Balk. Die is daarop gepromoveerd in 2018. Dus die heeft 4 jaar lang gekeken naar in hoeverre naast alle fysieke aspecten ook mentale aspecten belangrijk zijn. En daar kwam die eigenlijk dat er eigenlijk 2 factoren heel belangrijk zijn. Dat is hoe mensen eigenlijk hun resources inzetten. En dan gaat het om dat gaat zeg maar schoenen, kleding, maar ook je coach, je maatjes, maar ook het mentale aspect. Hoeveel controle voel je uit op je sport? Nou, dan komen we al een beetje richting dat dwangmatige. En hij vond in zijn onderzoek dat mentaal herstel, oftewel het loskoppelen van je sport, dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat we dat eigenlijk behoorlijk onderschat hebben. Toen hebben we nog niet zo gefocust op op het blessureaspect. Toen keek je veel meer naar algemene gezondheidsverschijnselen. Vermoeidheid. Motivatie. Dat soort zaken. Mm-hmm. Dus wat volgens mij Lieke ook behoorlijk centraal had staan. En, dus in die eerste 4 jaar kwam dat echt heel erg naar voren. En op dat moment hebben we een subsidie aangevraagd bij ZonMW. Om ook eens te kijken naar wat nou de link is met hardloopblessures. Wat eigenlijk een wat hardere uitkomstmaat is. Hè? Dus dat is dat kun je veel feitelijker meten dan hoe vermoeid iemand is. Dat is toch altijd lastiger. Dus dat is eigenlijk... Dat is het proces. En Jan, als we even bij het einde beginnen, de spoiler en daarmee ook de cliffhanger voor onze luisteraars. Is er een relatie tussen mentale aspecten en hoe ik me verhoud tot mijn sport en de kans op blessures? Ja. Dan moeten we doorluisteren, ja. Ja, nee, absoluut. Dus het is wel zo dat er mitsen en maren zijn, maar in het algemeen kun je stellen van dat zeg maar mentaal herstel, maar ook je eigen vorm van passie, dus jouw je verlangen naar een sport zo goed mogelijk te doen en daar dat belangrijk vinden, heel veel tijd en energie in stoppen, dat die 2 zaken die hebben invloed op het al dan niet voorkomen van hardloopblessures. En hoe kwam jij daarachter? Hoe heb je dat precies tot die conclusie, hoe ben je gekomen? Ja, nou we zijn eerst eens begonnen met een pilotonderzoek onder ongeveer 260 recreanten, hardlopers. En we hebben hen gewoon
zaken gevraagd als hoe herstel je van je sport? Herstel je überhaupt wel van je sport? Hoe doe je dat op een fysiek vlak, maar hoe doe je dat ook op het mentale vlak? En mentaal kun je dan opsplitsen in wat wij dan noemen cognitief. Hè, de zaken die met je hoofd te maken hebben, je focus, je concentratie. Dus dat, het loslaten van het denken aan je sport, maar ook de emotie. Nee, want dat is ook belangrijk. Dus de frustratie, de irritatie of juist wel je blijheid omdat je gewoon een goede tijd hebt gelopen. Maar om dat dus wel het cognitief als het emotionele los te laten. En het fysieke. En dan vervolgens gekeken naar passie. En dat kwam al even aan bod bij eerder onderzoek. Dat passie eigenlijk niet een eenduidig begrip is. Je hebt positieve vormen van passie, maar je hebt ook vormen die wat minder positief zijn, noem ik het altijd. En dat noemen we dwangmatige, obsessieve passie. Mm-hmm. En uit dat onderzoek kwam eigenlijk naar voren dat die aspecten samenhingen met rapportage van hardloopblessures. En is het dan zo simpel en monocausaal als dat obsessieve passie leidt tot meer blessures en niet goed loskomen mentaal of emotioneel van je sport leidt tot meer blessures? Nee, het ligt iets ingewikkelder. Kijk, we hebben twee vormen van passie. Harmonieus en obsessief. Ja. Harmonieus, dat zijn mensen die hebben de controle over hun sport. Die vinden sport belangrijk, maar vinden ook heel veel andere zaken in hun leven belangrijk. En dat is sport gewoon een onderdeel, een gezond onderdeel van hun totale levensstijl. En het blijkt dat dat type sporters, die gaan eigenlijk heel goed om met hun sport. En rapporteren op basis daarvan ook minder hardloopblessures. Ja. Wat zij ook kunnen, en dat kunnen obsessieve lopers niet, is beter omgaan met herstel. Dus zij zijn ook in staat om op tijd, zeg maar, aan de rem te trekken. En ook om mentaal los te komen van hun sport. Mm-hmm. En dat helpt hun mede om blessures te voorkomen. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ook de valkuil bij obsessieve hardlopers. Die zijn dus obsessief gepassioneerd. Dat betekent dat je eigenlijk de controle over je sport niet meer zelf in de hand hebt. Mm-hmm. Het wordt heel dwangmatig. Het lijkt ook wat op een verslaving. Je bent dus geneigd om, ik vind altijd een mooie uitspraak, een dag niet gelopen is een dag niet geleefd. Mm-hmm. Ja, als je mensen die hoort zeggen, dat is een probleem. En dat een risicofactor, zou de wetenschapper dan zeggen. Ja, ja, ja. Ja. En het blijkt dus ook dat dat er een 1-op-1 relatie is tussen obsessief gepassioneerd hardloopgedrag vertonen en het voorkomen van blessures. En wat zij dus niet kunnen, is dat herstel effectief inzetten. Inbouw. Dus zij zijn eigenlijk, ze hebben geen handrem om zeg maar de haperingen in hun eigen regelsysteem om dat goed te kunnen traineren. Ja. Hey, en Jan, in hoeverre maak je dan nog onderscheid tussen een soort karaktertrek? Hè? Ik ben heel erg obsessief, passievol overlopen. Versus, als je dit zo beschrijft, iemand die zich helemaal ophangt aan een schema. Wellicht niet vanuit een soort intrinsieke passie, maar vanuit een onzekerheid. Van, oh jee, ik wil mijn eerste marathon gelopen en het schema zegt dat ik 5 keer in de week moet lopen. Dus ik voel misschien wel dat ik extra rust moet pakken, maar ja, dan haal ik het schema niet. Maken jullie daar nog onderscheid in? Wij hebben daar wel naar gekeken. Dus we hebben wel gekeken van, is het zo dat mensen die zeg maar heel erg zich vastpinnen op een hardloopschema of een ander trainingsschema, verschillen die nu in het aantal blessures ten opzichte van mensen die dat niet doen. Mm-hmm. En dat blijkt uit ons onderzoek niet zo te zijn. Dus wij konden niet vinden dat bijvoorbeeld het gebruiken van een heel strak schema, dat nou meer blessures tot gevolg had. Dus bij ons lag het dus toch echt aan dat, zeg maar, aan de passie. Ja. En minder aan het blessure. Dus daarmee geef je aan, want dat is een beetje dat je zegt dat herstel is belangrijk, maar dat hoeft zich niet per se te uiten in een dag ook niet te lopen. Maar het gaat er gewoon om dat jij mentaal kan loskoppelen en dan kun je bij wijze van spreken gewoon de dag erop wel weer je training doen, omdat je mentaal weer
nou, losgekomen en opgeladen bent. Is het, of moet ik het ook echt zien als herstel? Dan denk ik van, ah, dan ga je een dag of twee dagen gewoon even echt niet lopen. Of hoeft dat niet? Wat versta je precies onder mentale herstel? Het is beide. Dat kan ik alvast verklappen. Dus het is wel fysiek als mentaal herstellen. Dus een dag niet lopen is altijd goed. Want herstel moet eigenlijk de spiegel zijn van je trainingsarbeid. Dus als jij een dag flink getraind hebt, dan is het altijd verstandig om die dag erna niet te trainen. Maar wat dan extra helpt, is ook mentaal los te komen van je sport. Dus om gewoon er niet aan te denken. Dus echt met je gedachten ergens anders mee bezig zijn. Je zinnen echt verzetten. En even helemaal niet aan die sport denken. Ook al heeft die sport negatieve emoties of positieve emoties teweeggebracht. Het is heel belangrijk om even niet aan die sport te denken. En echt totaal te focussen op iets anders. Dat helpt dus extra bovenop het fysieke herstel. Ik ben toch even benieuwd om naar één laagje dieper te gaan, Jan. Want hoe komt dit nou dan? Hebben jullie zelf, of ben je bekend met studies, dat heeft... Gebeurt er dan iets fysieks? Of hoe komt het dat het niet denken aan de sport je zou helpen met je herstel? Wat heel belangrijk is bij sporten is natuurlijk... Trainen maakt iets kapot. Hè? Dus trainen is belangrijk, want daardoor trekken je spieren. Maar als je ook dat fysieke herstel negeert... En dus eigenlijk daar ook mentaal te veel mee bezig bent. Van ik moet doortrainen, want dan word ik beter. Dan zie je al de connectie tussen fysiek en mentaal. Want dat mentaal, gebrek aan mentaal herstel stimuleert je dus eigenlijk om maar door te gaan met een training. Terwijl je daar ook eventjes een pas op de plaats moet nemen. Dus er is gewoon een hele sterke connectie tussen het fysieke en het mentale. Mensen die alleen maar fysiek bezig zijn. Die missen gewoon die handrem. He, die kunnen gewoon niet afstand nemen van hun sport. En dan kom je heel snel in een overtrainingssituatie, waardoor je dus eigenlijk de kans op chronische vermoeidheid, burn-out of zelfs blessures. Want blessures zijn natuurlijk soms ook wel een indicatie van doe eens even wat rustiger aan. Ja. Denk maar aan de pijntjes hier, de pijntjes daar. Dan heb je het nog niet over hele zware blessures. Maar blessures kunnen toch ook al een indicatie zijn van... luister naar je lichaam. Je moet even rustig aan doen. Ja, dat moest ik meteen aan denken. Lukt het die mensen maar slecht om naar hun lichaam inderdaad te luisteren? En dan denk ik eigenlijk... Ja, wat je denk ik beschrijft is toch vanuit het welbekende belastbaarheidsmodel. Hè, dat in balans moet zijn. Is het inderdaad dus... Wat je aangeeft, dat die mentale component zit er maar in eigenlijk dat een beetje het luisteren naar je lichaam subjectief beïnvloedt of overroelt. Dat mensen dan merken niet goed meer kunnen luisteren naar hun lichaam. Omdat het dat stemmetje zegt van ja, maar hey, je moet weer gaan hardlopen. Je moet anders dan slaat de training onvoldoende aan of de marathon komt eraan. Moet ik het op die manier zien? Ja, ik denk het wel. Het is een soort dwangmatigheid. En dan ook eigenlijk wat je doet is de sport de controle geven. En zelf niet meer de controle hebben over. En dat maakt dus dat jij... ik zeg altijd... Je trapt het gaspedaal in en daar kom je niet meer vanaf. Ja. Dus dat hele regelsysteem is eigenlijk ontregeld. Wat wel heel belangrijk is, want mentaal helpt je ook om je training in balans te houden. Ja. Maar mentaal kan ook zijn, druk op je werk, gezinsleven, slecht slapen, allerlei andere mentale stress om je heen. Waardoor je, dat gaat ook meespelen. Dat hoort daar inderdaad ook bij. Die component neem je dan ook mee. Ja, heel goed dat je dat benoemt, want dat is ook eigenlijk, als wij keken naar omgevingsfactoren bij ons onderzoek, van welke omgevingsfactoren zijn nou belangrijk bij mensen die blessures rapporteren, dan is de omgeving, de thuissituatie, is ook heel bepalend van hoe stressvol de thuissituatie is, of mensen al dan niet blessures rapporteren. Veel belangrijker dan bijvoorbeeld allerlei persoonlijke kenmerken als leeftijd, geslacht,
Of sportkenmerken zoals heb je wel of niet een trainer? Train je wel of niet in een groep? Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar die thuissituatie, dus de stress in de thuissituatie, was wel heel bepalend. En dan zou de verklaring zijn dat als je al veel stress ervaart, hetzij thuiswerk anders in je leven, is natuurlijk de kwaliteit van je herstel veel minder. Dus ben je daardoor ook weer minder snel klaar om je volgende training te doen? Hens, ga je de cirkel in richting blessure? Is dat de verklarende werking? Ja, ja. En dan kom je in een soort cumulatief proces. Hè, van je bent vermoeid en je komt thuis. Daar vind je ook weinig rust. Ja. Dus daar moet je ook nog van alles misschien. Kinderen helpen, eten koken. Al dat soort zaken levert extra belasting op. En als je dan al vermoeid bent, dan word je alleen maar vermoeider. Vermoeider, ja. Maar dat zijn dus eigenlijk twee verschillende mentale aspecten die je hier introduceert. De eerste was meer een karakterologische trek, waardoor je zoveel focus op trainen houdt dat het je niet lukt. Ook al weten we allemaal, het gaat om trainen en rust. Maar dat je toch maar blijft trainen, omdat je zo'n obsessieve passie hebt. En die tweede factor is eigenlijk meer, goh, je hebt een leefomgeving of een mentale belasting, waardoor je niet goed aan rusten toekomt. Ook al gun je jezelf die tijd wellicht wel, maar die is dan onvoldoende. Ja, en dan eigenlijk, kijk, inspanning leveren kost altijd energie. Ja. Hoe je bent of keert. En als je dat op meerdere fronten moet doen, kost dat meer energie. Ja, precies. Maar om te herstellen heb je ook energie nodig. Ja. Om de batterij erop te laden, moet je energie hebben. En dat is ook wat we noemen de herstelparadox. Dus als jij zo vermoeid bent dat je ook niet meer in staat bent om goed te herstellen, want daar heb je dan ook geen energie meer voor. Ja. Dus herstel is niet gratis, dat kost ook gewoon energie. Ja, mooi beeld. En dat is heel belangrijk, zeker bij mensen die dan ook nog een druk gezinsleven hebben of een druk werkleven. Tot op alle fronten worden ze eigenlijk leeggezogen. En dan hebben ze ook geen energie meer over om adequaat te herstellen. En dit geldt eigenlijk voor alle sporten, hè? Maar je hebt hardlopen er niet voor niks uitgekozen. Al zijnde toch de sport waar het zich eerder uit in een blessure, denk ik. Omdat gewoon het risico blessures nogal is erg groot, zoals we al in de inleiding zeiden. Volgens mij 1 op de 5 sportblessures is als gevolg van hardlopen, begrijp ik uit de laatste cijfers van Veiligheid NL. Zo'n beetje 1 miljoen of 900.000 blessures per jaar. Nou, het is afgelopen, we hebben net wat recentere gegevens. Afgelopen jaar is het weer iets meer afgenomen. Maar hardlopen heeft een tijd op nummer 1 gestaan, wat het grootste risico op sportblessures betreft in Nederland. Ja. Naast voetbal en fitness. Mm-hmm. En we hebben gewoon gigantisch veel sportblessures in Nederland. En dat kost onze samenleving ook heel veel geld. En hardlopen zit dus altijd al in de top 3. Al jarenlang qua hoeveelheid en risico op sportblessures. Dus dat is gewoon een doelgroep. Ja. Als we daar de blessures kunnen, kunnen verminderen, dan kunnen we is niet alleen leuk voor de sporters, maar het is ook goed voor de samenleving, want het scheelt een heleboel geld. Dus nu snap ik ook jouw link van je bent natuurlijk ook arbeid en sport. Sport. Ja, je ziet al die mensen die op maandagochtend niet of die hoor je van het ziekteverzuim na het weekend of na een race of door de blessures is er ook natuurlijk. Vandaar dat dat ook jouw aandacht heeft waarschijnlijk. Ja, en het gaat echt om honderden miljoenen euro's. Hè, wat daarin zowel in arbeidsverzuim als in medische kosten een hele grote rol speelt. Dus Dit is een konijnenhol, maar ik wil toch twee vragen over stellen, Jan. 1, als jij en Jurgen zeggen de meeste blessures, is dat dan absoluut of procentueel? In de zin, er zijn heel veel mensen die hardlopen, dus daarom hebben de meeste mensen een hardloopblessure. Of is er ook van het aantal hardlopers, gaan er procentueel meer mensen blessuren in dan van de paardrijders of hockeyers? Ja, beide. Beide is waar. Okay. Ja, dus we hebben inderdaad heel veel hardlopers in Nederland. Maar de kans op blessures is in die sport ook groot. Okay. En mijn tweede vraag is dan, helemaal als jullie de richting arbeid trekken, maatschappelijke kosten van blessures, zeker vervelend. Heeft iemand ooit uitgerekend wat de maatschappelijke baten zijn van deze fitte en gezonde mensen? Want dan moeten we natuurlijk ergens dan tegen elkaar afwegen.
Ja, nou ja, dat is een goeie. Ik weet niet of dat ooit in geld is uitgedrukt, maar hardlopen heeft natuurlijk een heleboel voordelen. En dat moeten we ook echt niet onderschatten. Toch, ik wou dat toch even niet laten liggen. Dat vind ik heel goed dat je zegt, Gerrit, want hardlopen leidt gewoon tot een gezondere leefstijl. Je voedingsgewoontes zijn beter. Sociale participatie, want veel hardlopers lopen ook in groepen. Ja, helder. Ja, hardlopers, denk ik, hebben ook gewoon een iets hogere levensverwachting. Dus gewoon gezond. Maar dat geldt voor heel veel sport natuurlijk. Ik weet het wel van sport in het algemeen. Maar specifiek voor hardlopen, volgens mij... Maar dit was ook even een zijpaadje. Uiteindelijk zullen we eens naar de test gaan. Ja, zeker. Want ja. In voorbereiding op deze aflevering hebben we van jou een zelftest voor psychologische risicoprofielen bij hardlopen gekregen, Jan. Hebben Jurgen en ik allebei ingevuld. Ik pas wel heel kort voor opname, dus misschien heb ik het niet gezien, maar anders heb ik hem hier. Voordat we naar de resultaten en de voorspellingen kijken, wil je ons eens inleiden? Wat is dit voor tool? Nou, het is een hele simpele tool. Wat we eigenlijk hebben gedaan, en dan moet ik even teruggrijpen op ons onderzoek, want we hadden zoiets van, kunnen we die haperingen in de regelkamer bij die hardlopers, kunnen we dat nou manipuleren? Ja. Kunnen we dat nou aanpassen? Kunnen we dat obsessief gedrag nou eens beïnvloeden? Maar kunnen we ook zorgen dat hardlopers bijvoorbeeld meer oog hebben voor hun mentale herstel? Ja. Dat was ons idee. Dus daar hebben we een mobiele applicatie voor ontwikkeld. Hè, want dat is toch wat de hardlopers altijd wel, maar sporters in het algemeen, wel erg interessant vinden. En die app die hebben we eigenlijk geprobeerd zo simpel mogelijk te houden. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van, we hebben een grote batterij met vragen. Die hebben we getest en eigenlijk gereduceerd tot een 12-tal belangrijke vragen. Die hebben we in die app gestopt. En hardlopers konden in twee groepen, in een interventiegroep waar ze die app gebruikten, en in een controlegroep waar ze niet toegang hadden tot die app, hebben ze een half jaar lang gevolgd en gekeken van, kunnen we ze nu met die app eigenlijk sturen, dirigeren richting minder obsessief trainingsgedrag en meer oog voor mentaal herstel. Helder. En die app, die moesten ze elke ochtend invullen? Was dat nee, die moesten ze gaan gebruiken op het moment dat ze wilden gaan hardlopen. Ah, oké. Okay. Voor het hardlopen? Ja. Voor het hardlopen. En dan vulden ze de 12 vragen in die Jurgen en ik ook hebben ingevuld? Ja. Het idee daarachter was dat zij, want aan het eind van de app, dus die app die berekende een risicoscore. Ja. En dan kregen ze een verkeerslicht te zien. Ja. En die was dan rood, oranje of groen. Ja. En eigenlijk dirigeert dan de app de training. Die zegt van, nou, het is vandaag niet verstandig om te gaan hardlopen. Want je bent niet met je hoofd, je hebt geen lege hoofd. Je bent fysiek niet ontspannen, niet goed voldoende hersteld, maar je vertoont ook obsessief gedrag. Maar dat is ook wel wat. Die mensen hadden hun hardloopkleren bij wijze van spreken al aan. Die denken, nou, voordat ik wegga, oh ja, mijn schoenen moet ik aan. Oh ja, die app moet ik ook nog even invullen. Bam, rood. Rood, ga maar terug naar binnen. Of oranje, dat kon natuurlijk of ook. Oranje, of oranje, ja, dat geeft natuurlijk ook twijfels. Maar vind ik toch spannend. Ik vraag nog even een keer, en dat is een vooringenomen vraag. Er waren letterlijk de vragen die wij hebben ingevuld. Na mijn hardlopen. Niet helemaal. Okay. Wou zeggen. Ja. Wat ik namelijk spannend vind, en daar wil ik wel even met je doorheen lopen. Ik vond het namelijk bijzonder abstracte vragen, Jan. Ja, dat ik denk, wat moet ik hier nou mee? Nou, de eerste twee kwam ik nog wel uit. Na mijn hardlopen, en dan een schaal van 1 tot 5, 1 nooit, 5 altijd. Na mijn hardlopen schud ik de lichamelijke inspanning van het sporten van mij af. Jurgen? Ik had een 4, denk ik. Ja, ik heb zelfs een 5, volgens mij. Ja, natuurlijk. Dan moet je Jan zomaar even toelichten. Vraag 2. Na mijn hardlopen neem ik fysiek afstand van mijn sportomgeving. 4. Ja, ik dacht 5, want ik loop buiten hard en daarna ga ik aan het werk achter mijn bureau. En dat is fysiek heel erg anders dan waar ik sport. Voor Jan, ik vul nooit 1 en 5 in. Ik ga nooit die extreme zoek ik nooit op. Dus daar moet je ook rekening mee houden, hè, bij de score. Ja, dat soort mensen heb je ook. Ja. Je hebt ook mensen die altijd 3 vullen. Ja, precies. maar dan 3, Jan. En dan haal ik je erbij. Na mijn hardlopen kom ik los van de fysieke eisen die de sport aan mij stelt. Heel eerlijk, Jan, ik begreep niet eens wat de vragenlijst aan me vraagt. Dat kan, ja. Maar neem eens mee, wat wil je hier eigenlijk van me weten? Wat bedoel je met, kom ik los van de fysieke eisen die de sport aan mij stelt? Dat je dus loskomt van jouw fysieke inspanning. Ja.
Nu is die wat cryptisch geformuleerd, want ik moet eerlijk zeggen, die lijst die jullie gekregen hebben, die komt uit een Engelstalig proefschrift. Ah. En die is dus één op één vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. En dat is een beetje cryptisch gebeurd. Dus, wat maar is het Engelse woord voor kom ik los dan? Want dan snap ik het misschien beter. Ja, dat is detachment. Psychological of physical detachment. En wat betekent dat in gewone mensentaal? Als jij en ik morgen een rondje getraind hebben, Jan, en ik vraag na een half uur, ben je al fysiek losgekomen van de eisen? Ja, het fysiek loskoppelen van je training. Dus dat je in staat bent om voldoende een goede cooling down te doen, om het zo maar te stellen. Ja, dat is wel. Bijvoorbeeld, ik ben heel eerlijk. Soms heb ik iets in mijn hoofd en denk ik, ik moet dat mailtje nog versturen. En dan komt dan tijdens het hardlopen, kom ik thuis. En dan ga ik staand achter mijn laptop. En dan heb ik mijn hardloopkleren nog aan. En dan ga ik dat eerst nog even doen, zeg maar. En dan sta ik nog een beetje na te huppelen op de plek terwijl ik dat aan het doen ben. Dat zou daarbij kunnen horen. Dat ja, echt, dan ben je niet fysiek losgekoppeld van. Ah. Ja, nou, dat doe ik wel. Dus ben ik heel eerlijk. Nou, vul ik nog een 5 in, dan herken ik helemaal niet. Ga je eens douchen. Maar je hebt zo 12 vragen. En nou, we hadden het over fysiek loskomen. En volgens mij verderop mentaal. Dan 3 vragen loskomen. Mentaal. Ja, ik en denk dan niet meer aan mijn sport. Ik ben los van de mentale inspanning die de sport aan mij vraagt. En dan emotioneel loskomen ook nog, hè? En dat is een beetje dat je af en toe kan balen van een dat het slecht ging. Of twijfel komt er van, denk oh shit, ik haal het lang bij lange na niet die marathon over 2 maanden of over een maand. Of precies, dat. Dus daar zitten de frustraties in. Maar dat kunnen ook de positieve emoties in zinnen. Hè? Dus dat je ook, je kunt ook gewoon natuurlijk heerlijk hebben gelopen. En dat kan ook gewoon dat je er plezier in hebt gehad. En dat het. Maar meestal is het toch de irritatie en de frustratie van dat je, ik noem maar wat, 10 kilometer wil lopen en het ging gewoon niet lekker. En na 5 kilometer ga je naar huis. En dan baal je dat je gewoon die 10 niet hebt kunnen lopen. Want je was eigenlijk te vermoeid. Ja, of je hebt je schema. Je moet bij wijze van spreken 10 kilometer op drempel. Of met poses. Nee, en dat lukt niet. Of noem maar op. Ja, ik vond het, het zal wel aan mij liggen. NS1 natuurlijk. Maar ik kon hier dus niet zoveel mee. Behalve dan, Jan, als ik bij deze vragen dan ging denken aan een wedstrijd of zo. Dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar gewoon van een trainingsrondje. Maar goed, daarom heb ik ook maar 4 of 5 ingevuld. Want ik denk, daar ben ik toch verder niet emotioneel aan verbonden. Maar jij hebt natuurlijk van heel veel hardlopers resultaten van deze deel gehad. Wat zag je daar? Wat viel op? We hebben van zo'n 425 hardlopers hebben we de gegevens. En die hebben ze ook veel vaker ingevuld natuurlijk. Want iedere keer dat ze een training hadden, vulden ze die app in. Ja. Dus we hadden gewoon duizenden gegevens. En die hebben we allemaal geanalyseerd. En daar hebben we een zogeheten latente profielanalyse op losgelaten. En dat wil in gewoon Nederlands zeggen, want je hebt een heleboel componenten die interessant zijn rondom dat hardlopen. En kunnen we op basis van al die componenten nou profielen van hardlopers maken. Oké. En uit die analyse kwam dat wij 3 groepen hardlopers konden identificeren. Kijk, daar houden we van. Ah. Hokjes, Jan. Welke 3 groepen hebben we? En eigenlijk heel simpel. Een laag risicoprofiel. Oh, ja. Een medium profiel. En een hoog risicoprofiel. En dan specifiek risico op blessure. Dan op blessure, ja. En deze proefpersonen die met die app aan de gang gingen. Ja. Waren die geblesseerd? Hadden die al eerder blessures gehad? Of waren die random? Of was wat was hun relatie tot blessures? Nou, we hebben dus we hebben eigenlijk gewoon mensen gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Op vrijwillige basis. Ja. En hebben ze vervolgens gevraagd of ze in het afgelopen jaar ook wel eens een hardloopblessure hebben gehad. Ja. En daar schrokken wij wel van, want gemiddeld 60% van de sporters gaf aan dat ze wel 1 of meerdere blessures hadden gehad in het afgelopen jaar. Waarom schrok je daarvan, Jan? Nou, dat vond ik een heel hoog getal. Ik denk dat is 6 op de 10 van de lopers die dus gewoon, die in ons onderzoek zitten,
meldt dus een hardloopblessure. Maar is dat niet omdat jij misschien juist proefpersonen vraagt voor onderzoek naar hardloopblessures? Dat dan de mensen juist reageren en denken, hey, ik heb daar last van gehad, die meldt zich aan? Of, Nou, we hebben wat algemene gevraagd. Van, we gaan een onderzoek doen naar hardlopen en naar vermoeidheid en herstel. En de blessures werd daar wel in genoemd, maar... Ik denk, het was wel dermate algemeen geformuleerd dat ik niet echt verwachtte dat er alleen maar mensen zouden komen met een vlekje. Nee. Maar goed, dan nog. Maar toen ben ik ook eens in de literatuur gaan duiken. En dit soort aantallen zijn wel normaal voor onderzoek. Toch wel, hè? Ja, nee, daarom vroeg ik even, waarom schrok je? En ik heb ook van Jurgen altijd al in eerdere aflevering geleerd, de grootste risicofactor voor een hardloopblessure is een eerdere hardloopblessure. Een eerdere hardloopblessure. Dus je had ook nog eens een groep die erg neigde naar een nieuwe blessure krijgen. Ja, maar goed, als je dus naar heel veel onderzoek kijkt onder hardlopers, dan zijn dit soort percentages wel vrij normaal. Dat loopt uiteen van 19% tot 80% zeg maar rapportages. Maar goed, even terug. Dus we hadden op al die data had je profielen inputs, die data die we hadden ontvangen, hebben we dus die profielen berekend. En er kwamen dus drie profielen uit. En op basis van die drie profielen hebben we dus gekeken, kunnen we daar op basis daarvan vermoeidheid, maar ook blessures indelen. En dat bleek dus te kunnen. En dus om maar een voorbeeld te geven. Als je de laag risicogroep vergelijkt met de hoog risicogroep, dan had die hoog risicogroep ongeveer 3 keer of meer kans op het krijgen van een hardloopblessure dan de laag risicogroep. Ja. Dat gaf ook wel aan dat die indeling eigenlijk wel heel valide is. Hoe groot was nou die hoog risicogroep? Is het, want dat is niet 1/3, 1/3, 1/3, vermoed ik. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar daar zit niet zo heel ver vanaf. Oké. Ben ik benieuwd, waar zat Gerrit in? Ja, want wij kunnen ook onze score zelf uitrekenen. Want dan moet je uiteindelijk scores optellen, aftrekken. Dat klopt. En nogmaals, Gerrit zit in de laagrisicogroep. Fijn. Dus die heeft, als je dat vergelijkt met de hoogrisicogroep, zou die dus ongeveer 3 keer zo weinig kans of 3 keer minder kans hebben op een hardloopblessure dan de hoogrisicogroep. Ja. En Jurgen zit in de mediumgroep. Nou, en die heeft hier ook een lichte hamstringblessure. Moeten we natuurlijk uitzoeken, hoe komt dat nou? Hè? Want zit dat nou bij jouw mate van obsessieve passie? Want ik heb die laatste drie vragen, want we hebben net genoemd, ging over fysiek, mentaal, emotioneel. En de laatste drie vragen ging dan over inderdaad, vraag 10. Ik heb bijna een obsessief gevoel met betrekking tot hardlopen. Nou, had ik enigszins soms misschien, als ik op weg ben naar een race, schema, moest ik aan denken. Ik kan me goed aan een schema moeten houden van mezelf. 11. Hardlopen is het enige waar ik echt enthousiast van word. Nou, 1. Totaal niet herken ik dat. Ik word van zoveel dingen enthousiast. En 12. Als het kon, zou ik alleen maar met hardlopen bezig zijn. Nou, heb ik ook niet. Maar misschien sommige topsporters wel. Jurgen, wat had jij bij de laatste 3? Ik was er iets neutraler richting de 2 en de 3, denk ik. Ah, daar zit hij al. Nogmaals. Jij vult geen 1 in. Nou ja, ik ben gemiddeld wat dat betreft. Ik ben daar ook heel eerlijk in. Maar ik ben eigenlijk, misschien is het wel leuk als wij deze vragenlijst bijvoorbeeld in de show notes gaan zetten en aan onze luisteraars dus is voorleggen. Om daar ja, maar wil te komen, ik wel goed begrijpen, Jan. Want je zegt het zelf al, het is een hele simpele tool. En dan ben ik inmiddels ook wel licht argwanend van geworden. Van wat kun je er dan echt uithalen, Jan? Stel, ik ga dit wekelijks invullen. Waar moet ik op letten? Nou, Jurgen zat wel iets hoger dan die 3. En ik denk dat dat ook zijn risicoprofiel iets omhoog trekt. Waar je dus bij deze vraag op moet letten is met name dus het obsessieve gedrag. Dat bepaalt of zeg maar de handrem aanwezig is of niet. Ja. Dus de kern zit in die laatste 3 vragen. Ja, maar ook ben je dus in staat om op al die 3 dimensies die we al eerder genoemd hebben op het fysieke, het cognitieve en emotionele vlak, om daar adequaat op te herstellen. Dus ben je in staat om los te koppelen van je sport. Als dat het geval is, min je handrem, het obsessieve gedrag. Ja. Dat bepaalt toch statistisch in welke groep je terechtkomt.
En dat was ook onze insteek. Het moet gewoon simpel zijn. Het moet niet te ingewikkeld zijn. En op basis van die 425 mensen met, ik denk wel gemiddeld per persoon, tientallen ingevulde app-scores, ja, kwamen tot die profielen. Ja. En maar dat is natuurlijk de interessante vraag voor onze luisteraars en voor Jurgen hier op de bank op weg naar Rotterdam Marathon 2024. Hoe komt iemand van een hoog risicoprofiel of eventueel medium profiel naar terug laag, naar laag? Ja. Wat kunnen we doen? Want dan komen we bij het doosje praktische tips die we misschien uit deze aflevering kunnen halen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is allereerst moet ik bekennen dat uit ons onderzoek bleek, we hebben 6 maanden lang die lopers gevolgd, maar daar vonden we geen effect van de app. Dus helaas, pindakaas. Dus het invullen zelf. Ja, en dat stoplicht dus. Ja. Of het stoplicht. Maar hielden mensen zich aan het stoplicht? Want dat is natuurlijk, ik kan me ook nog voorstellen dat sommigen denken, het zal wel rood zijn. Nou, maar ik ga toch lekker zeker die hoog risicoprofielen zonder handrem. Ja, dat konden we niet. Dat hebben we niet kunnen vaststellen. Wat we wel, dus onze app heeft niet gewerkt in termen van, als we nou naar die beide groepen keken, 6 maanden lang. Of er dus verschil was in blessures, want dat was er niet. Okay. Dus die interventiegroep die app had, die rapporteerde niet minder blessures dan onze controlegroep. Ja. Maar wat we wel zagen is, want toen hebben we gekeken naar de risicoprofielen, dat mensen die een hoog risicoprofiel zaten, dat die de app vaker gebruikten. Mm. En dat geeft ook wel aan, denk ik, dat is net als met Strava en andere apps, dat dwangmatige. Ja, past goed in het profiel. Het past in het profiel. Maar ook, denk ik wel, misschien toch de in ieder geval een soort hunkering naar van, laat die app maar zeggen wat ik nu moet doen. Ah, ja. Mm-hmm. Want ik weet dat ik dan toch dwangmatig met mijn sport omga. En dat hebben ze ook aangegeven van, dat zij dus onze obsessieve hardlopers, die zeiden van, ik weet nu dat ik te obsessief bezig ben. En als die app dus zegt dat ik niet mag lopen, legitimeert dat ook om vanavond niet te gaan trainen. Hmm. En dat was voor hen wel een soort hulpmiddel om het ook te zeggen van, ik hoef nu niet te lopen, want de app zegt dat. Dus, dus dat was ik al kan mooi me voorstellen, bezien. Maar nu ga ik even naar Jan als psycholoog op de sofa. Als mensen dit zelf al zeggen, dat je dan alleen maar ze even veelbetekenend aan hoeft te kijken, toch? Dat het zelf in zich dan wel komt. Ja, maar dat is denk ik ook de, zeg maar, de kracht van de psychologie. Van, je houdt mensen een spiegel voor. Ja, precies. En dan moet jij zelf daar je conclusies uit trekken. En dat dus eigenlijk hebben we met de app geprobeerd om die mensen een spiegel voor te houden. Ja. Ja. En dat is dus bij die hoogrisicoprofielgroep wel gelukt. Ja. En zij gaven ook aan dat hun zelfkennis heeft vergroot. En we zagen ook wel een tendens, dat was niet statistisch significant, maar wel een tendens dat die groep dus minder hardloopblessures rapporteerde na 6 maanden. En dus dat ging wel in de goede richting. Alleen, exact. Wat je ook zou willen zien, toch, Jan, is dat de groep die aan het begin van je 6 maanden in het hoogrisico profiel klassificeert, zou je eigenlijk, als dit zelfinzicht inderdaad zou helpen, dat ze over die 6 maanden wellicht richting medium, hè, dat de risicoscore langzaam wat lager zou worden. Heb je dat gezien? Ja, na zes maanden zagen we dat nog niet, maar dat zou je wel verwachten na een jaar. Toch? Dat zou je op zijn minst hopen. Hè, mensen. En mogelijk dat ze ook minder dan kijken naar die app, of op een gegeven moment de app niet meer dagelijks hoeven te gebruiken, of gewoon iets hebben. Ja, nu weet ik wel dat ik rust moet nemen en dat het stoplicht anders op Jan, is het zo simpel als relativeren moet je leren? Ten dele, maar je moet ook een stuk zelfreflectie. Ja, dat hè? Precies. Relativeren is reflectie, is natuurlijk zelfreflectie. Maar ik bedoel meer, want als je zegt de grootste risicofactor is dat obsessieve gedrag. Of dat nou in je karakter zit, of omdat je jezelf helemaal aan een schema ophangt. Nou, dat is uiteindelijk ook karakter natuurlijk, dat je dat doet. Ja. Maar daardoor niet op tijd aandacht kunnen hebben voor je fysieke, mentale of desnoods emotionele herstel of afstand nemen. Dan is dus in feite dat het belangrijkste wat mensen moeten gaan leren. Want ik zit een beetje te zoeken. Kunnen we nou zo na 3 kwartier kletsen op weg naar tips? Maar de tips worden niet anders dan dat we net al aan het begin van het gesprek afleiden. Wacht even. Mensen met een hoge mentale stress of last, of die zich moeilijk los kunnen koppelen van die sportdoel. Ja, hebben gefroot. Ja, precies. Dus de tip is dan, zorg voor verstrooiing, zorg dat je loskomt. Maar dat kan alleen maar als je ook dus op een of andere manier de ruimte voor jezelf creëert, dat je niet zo obsessief daarmee bezig hoeft te zijn.
Ja, dus het blijkt uit onderzoek, want dat was natuurlijk ook een hamvraag. Kun je obsessief gedrag veranderen? Ja. Dat blijkt te kunnen. Dus je kunt mensen die obsessief gepassioneerd zijn in de richting bewegen van minder obsessief. Hoe? En dat wil ik zeggen, want dat is nog wel een ander ding. Het is niet een zeg maar, het zijn geen tegenpolen. Harmonieus is niet een tegenpool van obsessief. Beide kunnen naast elkaar bestaan. Oh ja. En je kunt heel harmonieus gepassioneerd zijn in andere domeinen. Maar je kunt heel obsessief gepassioneerd zijn in de sport. Ja, kan ik me voorstellen. En dat zie je ook wel. Dus iemand kan beide type passies hebben. Alleen het is de kunst om dat obsessieve te verminderen. Heb jij tips? Je moet ook nog een andere kanttekening maken. Want ik denk dat er zijn nog twee dingen. Aan de ene kant de rol van trainers, coaches. Ja. En aan de andere kant, obsessief gedrag is niet altijd fout. Dus ik, in de topsport denk ik dat obsessief gedrag heel belangrijk is. Ja, ja. Want obsessief gedrag is bijvoorbeeld heel cruciaal voor goede prestaties. Tegenpolen alleen is, omdat het ook blessure bevorderend is. Dus je moet daar wel voor uitkijken. Ja. Want daar moest ik even aan denken. Jij begon natuurlijk met het gesprek wat je ooit met Henk Krainhof had. En toen had ik bijna het idee, oh, dat zijn dus allemaal harmonieus passievolle atleten. Maar bij deze zeg je, nee, dat is helemaal niet zo. Maar zij hebben wel minder blessure, of tenminste, zij weten wel op tijd te stoppen, mocht er bij het geval om goed te herstellen of er een blessure dreigt. Herstel staat dat veel meer, is dat veel belangrijker. En het krijgt veel meer aandacht dan bij recreanten. Recreanten denken niet in herstel, die denken alleen in training. Ja, ja. Dat is denk ik het probleem. Ja, dat is het. Dus passie en obsessief is niet alleen maar slecht, zeker niet bij topsport. Je wilde ook nog iets zeggen over trainer en coaches. En dan ja, ik denk dat die juist heel erg bewust moeten zijn van hoe belangrijk naast fysiek herstel het mentale aspect is. Dus hoe dat ze ook oog hebben voor mentaal herstel. Dat ze dat ook communiceren naar hun sporters. Hè? Maar dat ze daar ook een klimaat voor creëren. Van dat je ook bezig moet zijn met je hoofd leegmaken naar je sport. Dat je ook na een dag sporten, die dag erna gewoon eens even die sport moet laten voor wat het is. En daarnaast ook het obsessieve gedrag. Want ik ben zelf hardlooptrainer en ik haal ze er gewoon uit wie obsessief met zijn training bezig is. Dat zijn de mensen, als jij een 10 kilometer loopje hebt gedaan en je komt terug bij de baan. En dan zijn er altijd nog wel een paar mensen, want we hebben 9,8 kilometer gelopen. Wat gaan die obsessieve lopers dan doen? Ja. Die denken van die 10 kilometer moeten vol. Dus die pakken nog een rondje om de baan. Het is toch gewoon licht autistisch dat je dan die cijfers rond wil hebben, Jan? Ja, niet alleen autistisch. het is met name heel obsessief gepassioneerd met je sport bezig zijn. En dat is aan de ene kant leuk, maar dat is dus ook de trap, de valkuil van de blessure-risico's. Exact, want dat is wat wij hier zeggen. We zeggen natuurlijk niet, je mag niet die 9,8 naar 10 volmaken, maar je moet toch wel met een glimlach elkaar kunnen aanspreken op, let nou even op, want dit is gedrag wat mogelijk je risico op blessure verhoogt. En dat wordt pas een probleem natuurlijk als je in diezelfde passie ook gaat ontkennen dat je even een week rustig aan moet doen, ook al zegt het schema wat anders. Ja, en dan de dag daarna gewoon niet trainen. Hè? En dat is heel belangrijk. Ja. Steeds mooi de gevleugelde. Je zegt het nu wel voor de derde keer, Jan. En nu bij de derde keer ga ik toch op ingrijpen. Want ik denk, hier krijgen we mails over. Op zich is het toch geen algemene regel dat je niet 5 of 6 dagen in de week zou mogen hardlopen. Het ligt toch maar helemaal aan op welk weekvolume je zit en hoe de intensiteiten zich verhouden. Ja en nee. Ik denk, herstel moet altijd de spiegel zijn van je trainingsarbeid. En ik kan me niet voorstellen dat het gezond is dat jij 6, 7 dagen per week hardloopt. Want er moet altijd een dag geen training tussen zitten. En dat wilde ik net zeggen. Wat heel belangrijk is, geen training is ook een training. Ja. Ja, dat is, ik vind het wel spannend, want dan val ik nu al buiten de boven. Want, maar goed, ik ben wel rondom de marathonprogramma's. Train ik wel degelijk 5 dagen in de week lopen. Dat is een van de reflecties eerder dit jaar die ik al genoemd heb, dat ik dat meer wil variëren. Maar ik ben nu lekker voor de triathlon komend jaar aan het trainen. Maar dan ben ik dus ook 5, 6 dagen aan het trainen. Maar dan is het wel 2 of 3 keer lopen, 2 of 3 keer fietsen, 2 keer zwemmen. Dus
Ja, maar het zou kunnen, maar ik zeg alleen dat de kans op blessures dan veel groter ja, is. Ja, en dat kan ik ook zo onderschrijven, want natuurlijk is dat heel veel sporten. Ja, ben ik met je eens. En als je daar niet aan de rem trekt op het moment dat je een pijntje krijgt, dan ja, eens, je hebt hem gelijk. En aan de andere kant, ja, Gerrit, jij werkt met een coach die jou ook vraagt van hoe ging de training? Zeker, heb je ergens last van? Hoe voel je je? Ben je fris? En jij monitort dat zelf ook 's ochtends volgens mij. Van ja, met de HV-app, maar ook op de subjectieve vragen. Hoeveel zin heb je om te trainen? Dat soort vragen, ja. Dus ik wou even vragen, volgens mij de app die jij had ontwikkeld, de Rembo-app, die is er niet meer, geloof ik. Kunnen we niet meer downloaden, maar er zijn Hij is niet meer online beschikbaar. Hij is er nog wel, maar hij is niet meer online beschikbaar. Dus, weet je, alternatieve appjes, zeg maar, die een beetje op dezelfde manier dit polsen bij hardlopers, waardoor ze eigenlijk toch inzicht kunnen krijgen in... of het nuttig is om een extra rustdag in te lassen. Weet jij dat? Nee, daar heb ik geen kijk op. Het enige wat wij dus nu nog hebben is de checklist. En die is natuurlijk altijd te verkrijgen. Dat doen we ook niet zo heel ingewikkeld over. Ja. En die geeft je een indicatie. Het is altijd wat we noemen een momentaan inschatting. Want vandaag kijk je er anders tegenaan dan morgen. Ja. Vandaag ga je ook anders om met je herstel misschien dan morgen. Dus die momentane inschatting moet je dan helpen met je trainingsarbeid. Ja. En die hardloopgroep die jij traint, of hardloopgroepen, laat je die nog wel van tevoren of dit even invullen? Of ben je daar... dat heb ik nog niet laten doen. Nee, dat heb ik nog tot nog toe eventjes daarvan. Okay. Ja. Ik weet dat er mede trainer en coaches luisteren, Jan. Dus je hebt al een paar red flags genoemd. Dus eerste red flag. Mensen die roepen een dag niet gelopen is een dag niet geleefd. Rode vlag. Nee, niet rode vlag. Gele vlag. Risicoprofiel. Je zegt mensen die obsessief de kilometertjes vol moeten maken. Gele vlag. Risicoprofiel. Wat zijn nog meer van die typische dingen? Want jij zegt net, ik pik ze er zo uit. Wat zijn nog meer van die typische hardlopersgedragingen? Je denkt, het is grappig, maar let nou op, want blessure. Je niet aan de tempo houden, bijvoorbeeld. Oh ja, altijd net iets harder. Altijd net iets harder. Altijd vooraan de groep lopen. Bij het inlopen al gaan als de brandweer. Ik zie mezelf als trainer meestal ook als de handrem. Ja. Ik altijd zeggen, jongens, rustig aan. We zijn nog aan het inlopen. Maar die types, die haal je eruit. En dat zijn ook meestal mensen die na verloop van tijd snel pijntjes hier en pijntjes daar rapporteren. En dan kun je al zeggen, ja, zie je wel. Maar dat is wel een lastige groep. Ja. Is pijntjes hier, pijntjes daar ook een gele vlag? Niet altijd, maar wel mensen die dat bij wijze van spreken iedere training overkomt. En dan ook met een stalen gezicht zeggen van morgen heb ik dat en dat op het programma staan. Of die hebben bijvoorbeeld, die komen op een maandag trainen terwijl ze de dag ervoor dan een wedstrijd gelopen hebben. Ja, dat zijn voor mij mensen die het niet helemaal snappen. Oké, ik vind het wel interessant, want dat pijntje hier, pijntje daar, dat heb ik dus last van, denk ik met mijn Achillespees met name, maar ik heb uiteindelijk nu het gevoel, die heb ik onder controle. Ik kan precies plaatsen van, dit gevoel is prima en daarmee kan ik prima trainen of uit de voeten, zeg maar. Klopt dat je inderdaad door ervaring en misschien wel door het krijgen van blessures op een gegeven moment wel veel meer inzicht krijgt in het luisteren naar dat lichaam? En dan ook weten van, nu ga ik een net te ver, nu ga ik een grens over. Of is dat ook niet onderzocht of überhaupt ontkracht door onderzoek? Ervaring speelt niet zo'n grote rol. Dus of jij nou 20 jaar hard loopt of nog maar net bezig bent, dat speelt niet zo'n grote rol. Het is dus echt wel... het gevoel van het gepassioneerd zijn of je dan al een persoonlijkheidstrek noemt of niet, dat ben ik niet helemaal uit, want je kunt het wel beïnvloeden. Ja. Maar dat gepassioneerd zijn op een eigenlijk te obsessieve manier, dat speelt op alle leeftijden. Ja. Ja. Okay. Dat is nog wel... Alleen, het is de vraag wanneer mensen dat herkennen bij zichzelf. Mm-hmm. Ja.
Ja, want dat is nog wel een haakje wat je hebt open laten staan wat mij betreft. Jij zei al eerder dat obsessief gedrag kun je wel beïnvloeden, kun je verminderen. Je zegt dat nu weer. Wat, heb je een, twee dingen die we kunnen doen? Stel, we hebben gereflecteerd en we hebben door, wacht even, dit speelt bij mij. Wat gaan we doen om ons een beetje relaxter daartoe te gaan verhouden? Nou, wat ik al zei, de zelfreflectie. Hè, van, sta nou stil waarom je eigenlijk je sport beoefent. Wat is nou je motivatie? Waar word je nou echt blij van? Probeer dat ook te relativeren. Hè? En probeer dan ook de sport in harmonie te brengen met andere dingen in je leven. Dat is heel belangrijk. Dus denk niet alleen, nou, dit is mijn sportdoel en er bestaat niets meer dan alleen die sport. En daarnaast geef mensen ook mee dat ze zelf de controle over hun sport moeten houden. En heel vaak zie je dat ze die controle verliezen, dat de sport dus echt de controle overneemt in termen van schema's, maar ook de drive, het hogere doel van die marathon in 2,5 uur willen lopen. Als je dat gewoon ziet bij mensen, ja, dan moet je dat gaan tackelen. Dat is heel belangrijk. Ja. En eigenlijk terug naar de basis van waarom ben je gaan sporten? Hè? Wat is nou je motivatie geweest? En dan hoop je dat mensen weer die zelfreflectie krijgen van, ik schiet inderdaad door. Ik moet weer terug naar gewoon, sporten is leuk, dat is gezond. Maar het moet je niet gaan controleren. Het moet niet zo zijn dat de sport jouw hele leven gaat beheersen. Niet als recreant in ieder geval. Nee. Dat vind ik wel interessant, want ik moest meteen denken ook, ja, die break nemen. Kijk, als ik op vakantie ga of zelfs een weekend weg, is het eerste wat ik in mijn tas stop toch wel mijn hardloopschoenen. Het eerste, met, ja? Ja, nou, ik wel mijn zwembroek. Overdrijf hier een beetje. Oh, jij je zwembroek. Maar met het idee van, stel dat er nog niet dat per se moet gaan. Maar ja, stel, er zit nog een gaatje ergens of 's ochtends vroeg. Ja, dat is eigenlijk, omdat ik dan ook iets heb. Ja, hey, dan heb ik weer zin in. Je hebt tijd. Je komt mentaal los, zullen we maar zeggen. Je rust uit in het weekend. Dan vind ik juist dat er weer wat meer ruimte voor het hardlopen is. Maar ja, kijk daar nu toch een beetje anders weer naar. Maar, Nee joh, Jurgen, want volgens mij, alles wat Jan zegt is niet zwart-wit. Nee, hè? We zijn bezig met risico's inventariseren. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk een opstapeling van risico's die zorgen voor een blessure. Ja. En de metafoor van de handrem van Jan is volgens mij heel sterk. Kun je op tijd bijsturen, afsturen. Ja. Waar ik aan moet denken, Jan, is wat je zegt, is het afgelopen jaar heb ik twee keer geprobeerd om eens richting een marathon onder de 3 uur te gaan. En dat is twee keer in de soep gegaan door inderdaad fysieke malaise. Niet blessures, maar gewoon ziek, zwak, misselijk. En dat was de eerste keer dat gebeurde heel vervelend. Want er was inderdaad alleen maar een prestatiedoel. En door daarna aanleiding daarvan eigenlijk het doel te verbreden naar, ik vind het leuk om zoveel mogelijk verschillende marathons van Nederland te ontdekken. En daarbinnen, hè, voor marathon moet je toch trainen. Dus wellicht is een keer op een dag en elke voorbereiding alles goed en dan komt die PR wel. Is dat eigenlijk wat je bedoelt? Is dat het relativerende? Dat er meerdere redenen zijn waarom het leuk is om naar zo'n marathon toe te trainen? Ja, ik denk dat je een spijker op de kop slaat. Een marathon is natuurlijk ook een momentopname van je alles moet passen. En ja. als jij twee keer Amsterdam loopt of twee keer Rotterdam loopt, dan zul je ook zien dat je tijd niet, ook al zijn de omstandigheden voor jou nagenoeg identiek in termen van trainingsvoorbereiding, kan op die dag zelf net eventjes iets anders uitpakken. Hè? Je hebt slecht geslapen het is net iets warmer of het is heel druk in het stuk waar jij loopt. Dus dat moet je los kunnen laten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus daar harmonieus mee omgaat. Dat je dus ook geniet van zo'n wedstrijd en dat ook in de voorbereiding. Dat hoe obsessiever, hoe dwangmatig je daarmee omgaat, dat is omgekeerd evenredig aan je plezier en aan je motivatie. Ja. Herken ik wel. En dat is dus inderdaad met een heel scherp PR en dat moet daar gebeuren. Dan gaat er inderdaad al die relativering en dus ook een stukje plezier wel verloren inderdaad. Ja. Ja. Dag nog even Jan, met al de kennis die jij hebt opgedaan de afgelopen jaren. Loop jij eigenlijk nog wel eens tegen een blessure op? Nou ja, ik zie ze wel aankomen, laat ik het zo stellen. En op het moment dat ik ze zie aankomen, neem ik ook gas terug. Ja. Ja. En ik denk dat is dan ook mijn eigen zelfreflectie. Ook al wel ik ook wel periodes in mijn leven gehad heb dat ik obsessief met mijn sport omging. Ja. Maar dat is dan kennelijk toch wel weer het zelfinzicht en ook wel de ervaring dat op den duur wel verandert.
Maar ja, wat ik al zei, dat is een NS1 situatie. Ja. Over het algemeen blijkt dat bij de meeste sporters niet zo te werken. Nee. Dus. Nee. Leuk Jan, ik ben wel benieuwd. Je loopt hard, je geeft training. Zit je ook op Strava? Nee, daar zit ik niet op. Nee. Oh. Maar dat heeft ook te maken met dat ik weet dat ik dat niet moet doen, want dan ga ik mezelf veel te veel wedijveren met anderen. Dat is de reflectie. Wat jammer. Ik wilde jou als special guest van de Slimmer Presteren podcast natuurlijk exclusief toegang verlenen tot de Slimmer Presteren Strava Club, waar vrienden van de show en gasten van de show een beetje kunnen gluren bij elkaar hoe ze nou omgaan met pijntjes en hoe ze op tijd aan de handrem trekken. Maar ja, dat kunnen we dan helaas van jou niet gaan waarnemen. Nee, dat kan niet. Nee. Wat je wel verdiend hebt, is een prachtig Slimmer Presteren Active Drive sportshirt om mee te shinen op de trainingen. Dus die komt sowieso jouw kant op. Voordat ik hem helemaal ga afsluiten, hebben we alle belangrijkste tips en tricks en inzichten vanuit jouw onderzoek gedeeld vandaag, Jan? Grotendeels. Er is natuurlijk een heleboel nog over te vertellen. En dat... Dat bewaren we voor aflevering 2 wellicht. Dat bewaren we voor later. En ik zou zeggen, we hebben een heleboel dingen erover geschreven. En sportgericht werd al genoemd. Ja. Een paar leuke artikelen. Ik zou zeggen, lees dat. En ik ben ook nog wel eens te vinden bij de Atletiek Unie op een workshop over dit onderwerp. Dus, leuk. Ik ga dan onze luisteraars uitleggen en uitnodigen hoe ze eventueel extra vragen kunnen vinden. Waar ze bijvoorbeeld ook jouw website en artikelen kunnen vinden, is namelijk op een aantal manieren. Op social media zijn we op LinkedIn Slimmer Presteren en op Instagram de @slimmerpodcast. Daar kun je ons gaan volgen. Dan krijg je iedere week een post van waar de aflevering van die week over gaat. Je kan ons daar ook DM'tjes sturen en suggesties doen voor onderwerpen. Of ook al eventueel een vraag van Jan insturen. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je onder andere in de show notes van deze aflevering een website vinden naar de artikelen van Jan. Kun je daar dieper induiken, kun je ze dieper gaan lezen. Je kan in de reacties daaronder eventueel een vraag of een opmerking of een aanvulling geven. En je kan daar ook de webshop vinden waar je ook zo'n leuke buff of sportshirt zelf voor jezelf kan bestellen. En tot slot zijn wij ook te mailen via post@slimmerpodcast.nl voor al jouw vragen, aanvullingen, opmerkingen. En als je specifiek bericht voor Jan hebt, dan zetten we dat ook naar Jan door. En als dat nou zoveel vragen over dit aspect zijn, dat we zeggen, er moet een Jan de Jonge deel 2 komen. Jan, mogen we je dan bellen? Dat mag, altijd. Ja, superleuk, helemaal goed. Mooi Jurgen, nou een beetje opletten met die passie van je. En ik ga lekker trainen. Dankjewel. En een beetje opletten met mijn 6 trainingjes in de week. Maar goed, rustige hersteltrainingjes zijn een belangrijk onderdeel van. Ja. Mijn coach houdt me goed in de gaten, zeg ik dan maar. Lekker herstel. Ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we het eens hebben over de darmen, hè? Ja. Beetje probiotica. Of dat nog helpt. Hoe simpel en onzin is dat eigenlijk. Zie je volgende week. Jo. Hoi. Goed dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. We geven je graag nog een tip uit het rijke archief van meer dan 160 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Om nog even verder inspiratie op te doen uit de voedingsleer, psychologie en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering willen we nu graag onder de aandacht brengen? Ja, aflevering 82. Die deed me ook wel denken nu aan de aflevering met Jan de Jonge. Het gaat over perfectionisme, passie. Harmonieus of obsessieve passie. En daar hebben we toen met Likke Schiphof Godard ook over gehad. Hebben we ook een vragenlijst ingevuld. En daar leerden wij onszelf ook wel kennen. Jazeker. Gaan we mooi dieper in op de relatie tussen sportpsychologie, psychologie en prestatie.